De overheid zal er niet voor schromen anders op te treden als blijkt dat mensen in thuisquarantaine zich niet aan de gestelde regels houden. Dit zei Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gisteren tijdens de dagelijkse persconferentie van de overheid. Dit was een reactie op de situatie die zich heeft voorgedaan in het filiaal Telesuur Noord. Een mevrouw die in thuisquarantaine is, was in het kantoor om een rekening te betalen. Slijngaard verduidelijkte dat ze niemand die mogelijk besmet is met het COVID-19-virus in de gelegenheid zal stellen anderen te besmetten. De NCCR-coördinator benadrukte dat mensen in thuisquarantaine thuis moeten blijven en het bandje moeten aanhouden. Dit is niet de eerste keer dat wij een breach hebben gehad van iemand die dus is weggelopen. Andere mensen gooien het op. Ik had niet goed begrepen wat er moet gebeuren. Ik heb mensen gehad die gecontroleerd zijn geworden. Die hebben dat bandje weggeknipt. Omdat we duidelijk, ze zeiden van ja, ik dacht dat het alleen maar was voor de transport naar huis toe. Maar we vragen dus expliciet, voor wat betreft het bandje, dat u dat bandje aanhoudt. En wij gaan u aangeven wanneer u het bandje mag weghalen. En de bedoeling is dus het bandje dat wordt weggehaald na dat u uw periode in thuisquarantaine heeft afgesloten. En dat zal dus hoogstwaarschijnlijk zijn als er niets gebeurt en in de periode van thuisquarantaine ontwikkelt u geen symptomen waardoor u na getest te zijn positief wordt bevonden, want dan komt er een ander protocol in werking. Zal u dus dan in principe na 14 dagen, na afstemming met de medische staf, de mensen van volksgezondheid, de artsen, etc., die zullen dan aangeven wat jouw status wordt op dat moment en hoe je uit huisquarantaine, thuisquarantaine kan komen. Cleopatra Jesseren, directeur van Volksgezondheid, benadrukte dat mensen die in thuisquarantaine zijn, daadwerkelijk thuis moeten blijven. Ze liet ook weten dat in de quarantainewet een gevangenisstraf een van de sancties is. Mensen die in thuisquarantaine zijn, zijn er maar reden in thuisquarantaine. Je komt uit een risicogebied, u heeft misschien nog geen klachten, maar de kans kan er zijn dat u besmet bent. Denk ook aan uw medemens. Denk niet alleen aan uzelf. Laat uw mensen dan, bel iemand op, laat iemand iets voor u gaan kopen en laat die persoon het voor u brengen. Maar denk ook aan uw medemens, want ik denk niet dat u het fijn zou vinden als u de reden bent dat er meer besmettingen hebben plaatsgevonden en op die manier mensen zijn overleden. Dus denk ook aan uw medemens. Dat was directeur Cleopatra Jesseren van Volksgezondheid. Ze sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. De overheid zal mensen in overheidsquarantaine plaatsen als ze de regels van thuisquarantaine niet opvolgen.